Sven Holsteven uit de Silky bij Eagle River. Start over 1 minuut. Ik heb de indruk dat men het beslag controleert van Eagle River. Een en ander onder toezicht oog van comitévoorzitter Tel en comitélid De Ridderen. Dames en heren, een nagekomen niet-starter. U moet alsnog schrappen. Paard nummer 7, Eagle River. Dit op veterinair advies. Alsnog geschrapt, paard nummer 7, Eagle River. Start over 2 minuten. Start over 2 minuten. Départ dans 2 minutes. Start over 1 minuut. Start over 1 minuut.
Er zijn wat problemen met de aanspanning van nummer 3, Macho Beat. En dat betekent dat we het engelengeduld nog even moeten aanspreken, de laatste koers. Geeft u nog de gelegenheid, dames en heren, wellicht om uw spel wat te veranderen na het terugtrekken van de favoriet, Eagle River. Start over 1 minuut. Start over 20 seconden. Start vrij. Start vrij, dames en heren. Deze schitterende Lage Landen Sheikh Mansourdag gaan we besluiten met de Prix naar de Beval over 2000 meter. Niet starters zijn de twee en helaas ook de nummer 7. Paarden achter de auto, de 1, Andrea Starlake, Ruud Pols, nummer 3, Macho Beat, Erwin Bot, de 4, Brazil Elegance, John de Leeuw. De 5, Count Me Out, Ronald Hauber, de 6, Casari, Jaap van Rijn, nummer 8, Karel Woed, Jos Verbeek, nummer 9, Erwin Nobel, Langeweg Junior. De 10, Peak State Kronos, Rick Ebbingen, nummer 11, Brenda Charisma, Jeffrey Miras. En de 12, Bo Jewel met Robin Bakker. Paarden zijn op dit moment 150 meter voor het startpunt. 100 meter nog. 50 meter, 30 meter, start gevallen. Laatste koers is van start en aan de binnenkant ligt Andrea Starlake in het front. Die heeft een halslengte voorsprong genomen. Daar komt een aanval aan de buitenkant en van wie zal die zijn? Van Count Me Out. Maar de jack in the box in dit geval is nummer 6, Casari. En Casari gaat als leider de eerste bocht in. Count Me Out in het tweede spoor. Die komt al dreigend opzetten aan de buitenzijde. Dan Andrea Starlake in derde positie. Verder weg in het veld dan Karel Woed. En aan de binnenzijde van Karel Woed ligt Brazil Elegance. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. We kijken ook even naar de start van het veld. Daar ontwaren we Peak State Kronos. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. En ja, het was een matter of time, een kwestie van tijd. Voor Count Me Out zich in de front rank stelde. En dat doet hij nu ook. Heeft een lengtevoorsprong genomen. De tweede plaats is voor Casari. En daar komt aan de buitenzijde Karel Woed naar voren. Karel Woed in het tweede spoor. Die gaat eigenlijk de Count Me Out tactiek toepassen. En die gaat nu naar het front in het tweede spoor. Ik ben benieuwd wat Count Me Out gaat doen. Blijft hij zitten of gaat hij achter Karel Woed aan? De paarden gaan de laatste ronde in. Derde positie intussen Casari. De vierde plaats voor Andrea Starlake. In vijfde positie volgt dan Brazil Elegance. Aan de buitenzijde Brenda Charisma. Dan volgt aan de binnenzijde daarvan Peak State Kronos. Aan de staart van het veld hebben we dan Macho Beat. En die wordt gevolgd door de nummer 9 Erwin Lobel. En laatste van het peloton is dan Bo Jewel. En zo zijn we al in de laatste 1000 meter. Half koers in de Prix naar de Beval. En daar komt inderdaad Count Me Out weer met een contra-attack. En neemt de leiding over. Count Me Out heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats daarachter Karel Woed en aan de buitenzijde daarvan Casari. En zo gaan de paarden langs het laantje van Jochems. Tweede helft van de overzijde. Vanuit het buitenste spoor komt nu Erwin Lobel naar voren. En Erwin Lobel
Bel die ligt nu in gedeelde tweede, derde, vierde positie in een hele kluwe paarden die achter de leider Count Me Out aangaan. We gaan de laatste bocht in met Count Me Out een lengte voor. Kasari intussen op de tweede plaats en daarachter komt aan de buitenzijde Erwin Lobel. Het lange weggevaar gaat achter Ronald Hauber aan als ze de laatste rechte lijn gaan doorkomen. En zo dadelijk nog 400 meter af te leggen hebben in de sluitkoers de Pride naar de Beval. Ja, die Karel Woet die is helemaal teruggezakt. Die zijn we kwijt uit de front rank. De paarden zijn in de laatste 250, 300 meter. Kasari aan de binnenzijde krijgt de perfect split. En Count Me Out, die heeft het moeilijk. Aan de buitenzijde komt ook Erwin Lobel opzetten. Stal Langeweg, die komt aan de binnen- en de buitenkant. Maar wie komt er helemaal aan de buitenzijde? Dat is Brenda Charisma. Die gaat proberen de lachende derde te worden. Een three-way finish. Dit wordt close, dit wordt mooi. Het is in het midden van de baan Erwin Lobel. En dan mag de rechter via de foto bepalen wie er tweede is. Kasari of Brenda Charisma.